Ja, ik ben Inge, ik ben 13 jaar en ik zit op de HAVO/VWO in de Isoborg in Doetinchem. Ik ga gewoon naar school en ik doe aan fitness en ik hou heel erg van dieren. Ja, ik heb 3 koeien, 1 konijn, 4 vogels en 1 hamster en een paar kippen. En die verzorg ik en ik geef ze 's ochtends wel eens eten. Nou ja, eigenlijk gewoon altijd. Maar ook wel eens voor mijn konijnen, dat is mijn lievelings. Die neem ik wel eens een lekker broodje mee. En verder bouw ik ook nog websites. En dat doe ik gewoon met gratis programma's. Weet je wel, websites dan met reclame en zo. Dat is gewoon gratis. En ja, dat is ook met HTML. En dat vind ik ook best wel interessant. Nou, ik heb klassiek autisme. En dat is zeg maar, ze zei, de psychiater, die was waarschijnlijk in de war of zo, die zei eerst dat ik PDD-NOS had en daarna Asperger en daarna allebei, maar toen was het ineens weer klassiek autisme, geen idee waarom. Maar dat houdt in dat je, zeg maar, typisch autistisch, dat je niet tegen veranderingen kan en dat je ook niet zo goed tegen drukte kan en af en toe best wel snel boos wordt. En dat is ook wel irritant, maar daar kan ik ook wel, daar heb ik wel mee leren leven, dus. Ik kan dat nu, als ik gewoon boos ben, dan loop ik meestal gewoon weg. En dat helpt wel heel erg. Want ja, ik werd gewoon. Ik deed dingen die ik niet echt kan uitleggen. Ik deed gewoon dingen. Gewoon willekeurige dingen. Gewoon af en toe dan werd ik boos en dan ging ik rondrennen. Of ik zei een woord, gewoon banaan of zo, weet je wel. Dan weet je echt niet wat je doet. Dan ben je gewoon helemaal buiten bewustzijn, zeg maar. Ik kan ook veel beter met mijn autisme omgaan. Nou, toen ik zeg maar hier ging wonen, op een boerderij, en dan mijn vader die woont nu ergens anders, daarom is het nu zeg maar gewoon rustiger. En ik ben naar een speciale Leo Kanner huis gegaan. Dat is zeg maar, daar leer je dingen omgaan met je autisme. En dat was ook heel gezellig en waren ook vrienden en vriendinnen. En ja, daar heb ik heel veel geleerd, heel veel van opgestoken. En ik ben ook naar gewoon een speciale school gegaan en daar heb ik ook wel wat geleerd. Nou, dit is dus het boekje wat ik en mijn moeder geschreven hebben. Er staat ook echt een foto van ons op. Het gaat over de positieve kanten van autisme. En dat is wel heel mooi, vind ik. En mijn moeder vindt dat natuurlijk ook. Er staan allemaal kleine uitspraakjes in die echt heel veel humor bevatten. Van mij en mijn zusje. En dat is wel heel grappig. Nou, ik wil graag dierenartsassistenten worden. Of in ieder geval iets met dieren doen. En misschien als hobby een beetje schrijven of zo. Boeken schrijven, daar hou ik ook wel van. Dat heb ik zelf ook gedaan. Dus, En ja, misschien een kleine knaagdierencollectie aanleggen. Ja.